Goedemiddag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dino's. Wow, daar ging mijn frame rate even omlaag. Ik ben weer terug en jullie hebben geen namen achtergelaten. Ik ben nu een dag verder. In de comments heb ik gevraagd om namen. U legt mijn naam achter. Laat nu je naam achter voor... Juist, ja, alle dino's. Alle dino's, de namen die we niet neemt. Ik besefte dat ik bezig was om melk te halen vorige keer. En dat ik die uiteindelijk helemaal niet meer ben gaan halen. Bounce, bounce, bounce. Hallo, lippelotte, jij stond vorige keer heel mooi op de foto. Voor de thumbnail. Had ik een heel mooie foto van jou gemaakt. Vond ik leuk. Vond ik heel erg leuk. Hop, oh, oh. Meer melk dan ik bij kan dragen. Hop, die mogen weg. Toen niet nodig. Rotten flesh opgetuft. Lekker beetje dinootjes verzorgen vandaag. Maar langs dinootjes verzorgen wil ik eigenlijk kijken of we ook al één hokje kunnen maken. Hop, hier naar beneden. Oh, oh. Wacht. Ik heb natuurlijk ook deze ingang nou. Oh my god. En we hebben een quaggo-embryo. Helemaal mooi. Triceratops-ei. Hier kan nog een triceratops-DNA'tje in. En hier kan nog een triceratops-DNA'tje in. Triceratops zijn ook een klein beetje mijn vleesmakers. Dus dat. Oké, nou, op naar boven. Een tijd om hier eens een poging te gaan wagen aan. Ondertussen eten we lekker een baked potato. Aan. Hallo, meneer Galimeus, wil je in je hok blijven? Wat eet jij? Kijk, je eet vlees. Daarom hebben we meer triceratops nodig, zodat we die ook voor onze vleesproductie kunnen gebruiken. Voor de verre vind ik dit wel een hele mooie plek voor een hok. Dus, ik zeg, hop, deze weg. Oh, hier kunnen we nog heen wandelen. Ideaal! Deze excavator. Hop, kunnen we gaan gebruiken om dit weg te halen. Hop, alle struiken lijkt weg. Nope, toch niet? Oké, prima dan. Oh, hier zit nog. Oké, hop. Nee, nog steeds niet alle struiken lijkt weg. Oké. Prima dan, doen we het gewoon zo ouderwets. Een hok wat hier beneden langs gaat lopen. Zo, doe het even stil zijn jij. Niet zo herrie maken. Hé, hey, maar geen zin in. Excavator. Dat betekent dat we hier de bergstukje weg gaan halen. Klein stukje maar, gewoon zo. Op. Wow, hoppa. Ideaal is een excavator. Ideaal. En dat we hier lekker eventjes gaan, ja, minen. Normaal zou ik dit met studio ding doen. Heb ik nu allemaal niet geen zin in. Zo groot hoeft het ook weer niet te zijn. Dus ik ga dit lekker even alleen versnellen. Jongens, tot zo. Nou, tada! Het hok is klaar. Oké, het enige wat we nog moeten doen, is er eieren in plaatsen. En nou is het heel even de vraag wat we erin gaan plaatsen. En ja, triceratopsen en T-rexen zijn te groot. Allosaurussen ook. Cultivated Titanus. Dus de Gallimaeus, die hebben we hier ook al echt staan, dus die kunnen we waarschijnlijk beter hier. Dus dit is de Castornis en dit is de Titanis. Kijk, dus hier kunnen we nog dit eitje bij plaatsen. Cultivated Titanis. Oh! Komt zo uit. Baby Terror Bird. Hallo. Titanis. Oh, jullie hebben gewoon geen eigen. Oké, prima.
Hij is neer. Dan, terwijl ik hier naar uit ga, blijf erin. Heel goed. Gaan jullie met z'n tweetjes daarin blijven. Gaan we hier... zullen we de Deigrinosaurus erin zetten? Vind ik eigenlijk wel goed, hè? Wat zijn ze... Eigenlijk moet ik wel een ladder hebben. Had ik misschien ietsjes eerder moeten bedenken. Oh, van Ancient Wood kan ik geen ding maken. Oké, prima. Ik heb gelukkig nog wel... Ilko. 4. Hoe lang heb je al geen Minecraft gespeeld? Best wel eventjes volgens mij, hè? Juist. Nee, dat vind ik ook wel goed zo. Die mag hier. Hebben we sticks nodig. Dat is de Ancient Wood, Ilko. Heel goed. Nou, laten we ze allemaal tot sticks maken. Hoppa. En ladders. 15 ladders. Hier in de hoek omhoog. Die weer slopen. Kan deze ook weg. Goed zo. En dan moeten we hier de Titanus X neer gaan zetten. Hop, 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 hop. Of Titanus X. Hoe noemde ik ze nou? De... Deginosaurus. Deginosaurus. 1. En... 2. En dan hoop ik dat deze niet groot worden, want dan kunnen ze hier waarschijnlijk wel uit. Maar 3 hoog zouden ze niet zomaar voorbij moeten kunnen, toch? Oké, Deigrinosaurus, go! Oeh, daar zijn we bijna 97, 98, 99, 99. Oh, Deigrinosaurus! Baby Deigrinosaurus! Oh, daar een vlogging. Kom maar, kom maar. Dit is echt kennel Spanier. Ga eens weg jij. Hup, kst. Kom maar. Kom maar. 88, 89, 90, 91, 92. Oh my god, wat zijn ze schattig! Ze zijn zo uber schattig. Oh my god. Oh my god. 96, 96, 98, 99. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah! En jullie kunnen hopelijk niet ladder lopen? Nee? Mooi? Oké. Prima. Oké. Oh my god, dat is heel schattig. Oké, voedsel. Triceratops farm. Hey. Nou, we hebben nieuwe dino's. Jongens, laat in de comments heel even jullie namen achter voor deze twee nieuwe dino's. En voor degenen die het bij de vorige video nog niet gedaan hadden. Bij de vorige video, niet deze video. De namen voor de 3 baby triceratopsen die TZT geslacht gaan worden. Sorry dat ik dat erbij moet zeggen. Ja, maar het is nou eenmaal zo. Dat is gewoon de harde waarheid. Triceratopsen zijn een soort van goede vleesmachines. Wat zat hier ook weer in? Ah, andere shit. Oké. Okay. Bouw shit. Hallo, dag Jerry. Hoe gaat het met Jerry? Jerry is doing well. Hey, we hebben de dodo. Dag meneer de dodo. Je bent een dodo. En je bent... Oh, dodo. Dodo. En nog meer dodo's. Nog meer dodo's. Is een dodo ontsnapt? Oh nee, is een bloem. Never mind. Whoopsie. Oké, hoe gaat het met jullie? Ja, Rilly gaat prima, alleen sta je hier een beetje in het hoekje en hebben jullie allemaal nog maar 12 van de 14 helden. Geen idee waarom dat is. Nou, ik zeg, ik gooi het hier nog een eitje neer. Ik heb er 10 dodo-eieren. Kunnen we... Oh, nee, nee, nee. Oh, die wordt een mini-dodo, baby-dodo. 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 Hey. Goedies. 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 Oh, nu... Ah, 1 baby dodo. 1 hele schattige baby dodo. Ja, nou ben je een soort van blokje. Nou zie ik pas je oog. Heel goed. Hoe ver is ondertussen deze? 19%. Dat gaat nog eventjes duren. Gaan we ondertussen Teto eten. En dan gaan we denk ik ook ondertussen snel heel eventjes de... Ah, baby dodo. De andere, de triceratops halen die ik hier al ergens had zitten. Eens even kijken.
Daarmee is Quaggio embryo. En Triceratops. En Triceratops. Ik weet niet waarom ik het muziekje erbij maak, maar het klinkt gewoon leuk. Vind ik leuk klinken en zo. Nog meer Triceratops. Oh, wacht. Oh. 1, 2, 3, 4. Oh my god, zoveel Triceratopsen. Oh my god. Too much Triceratops to handle. Oké. Okay. Dus allemaal neerzetten. Alle Triceratopsen moeten groeien. 3, ready, set, go. Yay, dag. En... Up. Oh, die lukt nog niet. Jij daar. Zo eromheen plaatsen. Jij daar. En dan die weer. Up, laatst gescheerd opzij ook. Jij daar. Hoe ver is hij met jou? Dat weet ik niet. 83%. Gaan we hier het dodo-eitje nog even pakken. En... Doe hij! Oh, baby dodo. Oh my god. Oké. 83%. 98. Ah, mini Triceratops. Baby Triceratops. Oh my god. Pak me helemaal hierin. Wat is hier dat jullie willen? Waarom? We hebben gewoon allemaal honger. Nee, je hebt gewoon 250 van de voedsel. 35. Ah, tijd om te gaan slapen. Hierna ga ik het voorzien houden. 33. 39. 40. 42. 46. 53. Die is het verste. Oké, okay. Nou, deze in de gaten houden. En zo terug. En 97, 98, 99. Baby, laat ijs maar rust. Baby, sorry voor mijn zangtalenten. Oftewel, eigenlijk meer het gebrek aan zangtalent. Baby, Triceratops. En. Baby, Triceratops. Oh, nou ligt hier een ei. Komt dit ei hier? 95. Oh, die hebben jullie verplaatst. Ik kan natuurlijk hier niet hetje. Oh. Hop. Dus die kan op gaan. God dang it. Dan moet ik hem ergens terug hier neerzetten. Dat is natuurlijk... Ah, begin hier weer met 1. Oké, screw dat. Doen we de volgende keer. Baby, Triceratops. Allemaal baby Triceratops. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Screw de duimpjes omhoog, laat vooral een comment achter. En ik zie jullie volgende keer weer bij meer Dino's hier op Ilko Gaming. Waarop proberen jullie allemaal de middelste aan te vallen? Ben eens lief. Oh, de doden komen er ook nog bij. Helemaal gek geworden.